Nou, mijn naam is Valieke Smulders. Ik hou me bezig met het koloniale verleden en de manier waarop dat doorwerkt. Ik doe bijvoorbeeld onderzoek voor musea. En hier in Den Haag onder andere organiseer ik tours om de andere kant van de geschiedenis, de onbekendere kant van de Haagse geschiedenis te laten zien. Bijvoorbeeld dat hier al vanaf de 17e eeuw mensen uit Afrika en het Caribisch gebied zich hebben gevestigd. En dus ook onderdeel van deze samenleving hebben gevormd. Race is een ontzettend spannend, ontluisterend stuk. Je hebt constant het gevoel als je enigszins denkt van nou snap ik het, nou snap ik hoe die personages zich tot elkaar verhouden. Nou snap ik hoe ik mijzelf verhoud tot wat er daar eigenlijk gebeurt, wat ik zou doen in deze situatie. Dan worden weer de poten onder je stoel vandaan gezaagd en heb je weer een andere wending en word je weer op een ander been gezet. En dat maakt het ontzettend spannend. En tegelijkertijd wordt het niet loodzwaar, omdat het ook heel veel humor heeft. Dus je kunt ook even ontspannen. Het stelt heel veel moeilijke vragen, hele vervelende vragen eigenlijk. Hoe ga je om als zwart en wit met elkaar in de samenleving? Kunnen we die spanning tussen zwart en wit, kunnen we dat wantrouwen eigenlijk wel oplossen? Want in het stuk lijkt eigenlijk alles wat er gebeurt, dat wantrouwen opnieuw aan te wakkeren. Ook al kom je steeds weer met een oplossing aanzetten. Het zij de wet, het zij interraciale relaties, het zij positieve discriminatie. Elke maatregel die een oplossing lijkt, wordt vervolgens toch weer een probleem. En hoe ga je daarmee om? En dat vind ik maakt het stuk zo ontzettend relevant voor het hier en nu. Ook voor Nederland, hoewel het een Amerikaans stuk is. Omdat hier in Nederland eigenlijk de laatste jaren het debat zo vaak eigenlijk versimpeld wordt tot wel eens niet eens discussies. En in dit stuk gaat het geen moment eenvoudig weg over wel eens niet eens. Het is constant een nieuwe vraag. Constant wordt het complexer gemaakt. En ik denk dat we daar ook hier in de Nederlandse samenleving aan moeten. En daarom alleen al vind ik het ontzettende moeite waard.